Dat de Duitse overheersing tot weerstand zou leiden in Nederland is direct na de capitulatie duidelijk. Aanvankelijk bestaat het verzet uit slecht georganiseerde groepen, maar in de loop van de oorlog verandert dat. Er zijn na de februaristaking van 1941 meerdere verzetsgroepen actief met sterke structuren. In dat jaar wordt ook meer en meer duidelijk dat de nazi's Joden als tweederangs burgers zien. Deze vorm van discriminatie stuit veel Nederlanders tegen de borst. Het verzet krijgt meer aanhang en meer steun van de bevolking. Het verzet bestaat lang niet alleen uit mannen. Er zijn ook veel vrouwen actief en zelfs meisjes. Eén van hen is het meisje met het rode haar, Hanni Schaft. Het monument aan het Hanni Schaftplein in Oostzaan herdenkt Jannetje Johanna Schaft, zoals ze officieel heet. Zij is zonder twijfel de bekendste verzetstrijder van ons land. 2 weken voor het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt zij gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Dat vind ik zo vreselijk dat ze in die duinen daar zo alleen heeft gelopen en dan die kerels achter haar aan met en haar dood hebben geschoten. Hoe moet ze zich gevoeld hebben? Zo alleen. Helemaal alleen. Niemand bij haar. Dat is toch vreselijk, hè? Daar denk ik aan. Daar denk ik veel aan. Freddy Overstegen en haar oudere zus Truus hebben Hanni Schaft van dichtbij meegemaakt. Ze zaten bij elkaar in de verzetsgroep en gingen regelmatig samen op pad om, zoals ze dat zelf noemden, klusjes op te knappen. Het verzetswerk wat ze deden was zwaar en spannend. Je speelde met je leven, ja, ja. Je wist dat als je iets verkeerds deed, wat zij verkeerd noemden, wat wij goed vonden natuurlijk. Als je dat deed, dan kon je gepakt worden. Dat was gewoon zo. Dan ging je naar een concentratiekamp. En uit een concentratiekamp was het heel zelden dat je daar kon ontsnappen. En de meeste mensen gingen er dood. Hanni Schaft. Samen met haar oudere zus Annie groeit ze op in Haarlem, waar ze een normaal bestaan leiden. Haar beide ouders zitten in het onderwijs. Als Hanni 7 is, gebeurt er iets vreselijks in het gezin. Haar oudere zus Annie overlijdt na een ernstige keelontsteking. Kort daarop verhuist het gezin naar een nieuwe buurt. Annie houdt van lezen en tekenen en heeft niet veel vriendinnen. Op school is het een voorbeeldige leerling met alleen maar goede cijfers. Annie was een meisje die kwam nooit te laat. Wat er al veel voorkwam bij ons, dat we probeerden een keer te spijbelen. Daar hoef je bij haar nooit een keer aan te denken. Maar het was een meisje wat eigenlijk alleen maar één ding kende. Dat was haar werk doen. Thuis wordt veel over politiek gesproken. Hanni ontwikkelt een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze kiest in 1938 de studie rechten, omdat ze later graag bij de Verenigde Naties wil werken. Ze richt zelf een studentenvereniging op voor meiden, het dispuut Gemma. Er wordt veel gediscussieerd over de politieke spanningen in Europa. Tijdens haar studie ontmoet ze Sonja Frenk en Filine Polak, waarmee ze bevriend raakt. Filine en Sonja zijn Joods. Hanni maakt van dichtbij mee hoe zij ernstig gediscrimineerd worden. En zo komt Hanni Schaft tot haar eerste verzetsdaden. Eerst regelt ze valse persoonsbewijzen en daarna onderduikadressen voor haar vriendinnen Filine en Sonja. Het eerste adres dat Hanni voor mij verzorgd heeft was in Zeist. En daar ben ik ongeveer 9 maanden ondergedoken geweest. En toen het daar niet meer ging, en toen ik daar plotseling weg moest, heb ik haar opgebeld om te vragen of ze een oplossing voor het probleem wist. En zonder enig aarzelen zei ze, ook het naam van haar ouders, kom bij ons. Bij ons is de Van Dortstraat in Haarlem. Het is 1943 en Hanni woont intussen weer bij haar ouders. Ze is gestopt met studeren omdat ze weigert deze loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Hierin beloven studenten dat ze zich niet zullen verzetten tegen de Duitsers. Hanni is niet de enige. 85% van de Nederlandse studenten weigert dit document te tekenen.
Kort hierna sluit ze zich aan bij de zogeheten Raad van Verzet in Haarlem. Een verzetsgroep waarin veel communisten zitten en waarvan de leden veel sabotageacties plegen. Bijvoorbeeld garages in brand steken waar voertuigen stonden van de Duitsers. En tanks en dergelijke. En vliegtuigen hebben we ons onschadelijk gemaakt. Wat enigszins gesaboteerd kon worden, dat deden we wel. Truus en haar zusje Freddy zijn dan nog maar 17 en 19 jaar oud. Toch zitten ze al een tijdje bij de RVV. Ze ontfermen zich over Hanny, die dan 22 is. Toen Hanny er later bij kwam, was ik in het begin wel jaloers daarop. En in 43 kwam ze erbij, dus toen was ik denk ik 17, mag ik even rekenen. Want Truus, dat was mijn maatje. En kwam Hanny erbij, ja, die paste beter bij elkaar wat leeftijd betrok. Wat ook bij het verzetswerk hoort, is het neerschieten van verraders. Ook Hanny moet dit doen. Een klusje dat geen van de jonge meiden leuk vindt. Het was gewoon eng, het neerschieten ook, dat was eng. Gaf je een akelig rot gevoel in je maag, ja. Want je ziet iemand vallen, hè. Dan heb je dan de neiging, wat heb je, om ze op te vangen. Het is zo onverklaarbaar dat als je iemand dood ziet, dat je hem dan op zou willen rapen, ja. Dan kan je zien dat je dan nog heel jong bent, hè. Om de moed erin te houden, zingen ze regelmatig socialistische liedjes. Van Hanny's collega-verzetstrijders is de 30-jarige Jan Bonenkamp. Een stoere vent die voor niets of niemand bang is. Hanny is gecharmeerd van hem en trekt steeds meer met hem op. Zij was goed bevriend met hem. Of dat nou liefde is geweest, ik weet het echt niet. Zoals hij eruit zag, was het echt een macho. Dat was een leuke vent om te zien. En hij oogde ook wel goed. En hij maakte ook wel indruk op de andere verzetsmensen. Dat had je wel met Jan. Samen met Jan zit Hanny Schaft vanaf 1944 ondergedoken in Limmen. Ze hebben een innige band. Ze doen veel verzetswerk samen. Begin juni 1944 worden ze door RVV-commandant Jan Brasser gevraagd voor een gevaarlijke opdracht. De Zaanse SD-commissaris Ragout moet worden doodgeschoten. En ik heb gewaarschuwd, denk erom. Ik weet van mijn politiecontact in Zaandam dat hij 2 pistolen op zak heeft. En dat hij zich uitgelaten heeft als er een aanslag op hem gepleegd wordt. Dan ben ik daarop voorbereid en ik zal zorgen dat ik eventueel ze voor ben. Na een zorgvuldige bestudering gaan ze op 21 juni 1944 op pad. Hier op de westzijde in Zaandam willen ze hem liquideren. Eerst zal Hanny schieten en daarna Jan, voor de zekerheid. Maar het gaat vreselijk mis. Na Hanny's schot blijkt Ragout nog te leven. Vrijwel tegelijkertijd schiet Jan Bonenkamp op commissaris Ragout en commissaris Ragout op Jan Bonenkamp. Ragout sterft ter plekke. Jan Bonenkamp fietst zwaargewond door. Hanny is dan al een stuk verder. Zij fietst richting Uitgeest, waar ze toevallig Jan Brasser tegenkomt. En toen kom ik van het noorden van de provincie af fietsen en dan kom ik Hanny tegen. En die is helemaal in paniek. Die is geroept en stop. Ik had er al gezien natuurlijk. En toen vertelde ze in korte trekken met horten en stoten. En we moeten wat doen en we moeten dat doen. Ja, ik zei, we kunnen niks doen. Als we niet weten waar Jan is en wat er met Jan is, kunnen we niks doen natuurlijk. Jan Bonenkamp is naar het ziekenhuis gebracht waar de Duitsers proberen hem aan de praat te krijgen. Het heeft grote gevolgen voor Hanny Schaft. Voor de zekerheid wordt Filine uit het huis van haar ouders weggehaald. Ook Hanny krijgt een nieuw onderduikadres. Het blijkt niet onterecht. De Duitsers achterhalen het adres van haar ouders.
De ouders van Annie werden toen meteen gearresteerd. En die zijn naar Vught overgebracht. Daar had Annie zo verschrikkelijk last mee. En ze wilde zich aangeven. En dat hebben wij verhinderd. Toen hebben we gezegd, nou dan schieten wij je wel dood als je een dood wil. Dat was natuurlijk ter verdediging van haarzelf. Annie schaft. Na de dood van Jan Bonenkamp is ze nooit meer dezelfde. Bovendien wordt ze gezocht door de Duitsers. Ze zoeken een meisje met rood haar. Annie verandert haar uiterlijk. Haar hele karakter die veranderde. Ze was zo somber. Zo in zichzelf getrokken. En zo. Ja, het was. We hadden ook wel diep medelijden met haar. Maar we konden haar niet helpen. Ja, het was een nare tijd toen, naar Jan. Ja. Alleen bij haar vriendin Filine kan Annie haar hart luchten. Ze schrijft haar. Sinds een paar weken ben ik weer in functie. Net op tijd, want anders was ik gek geworden. Mijn geestelijke toestand is nog steeds allerbedroevendst. Ik kan geen boek lezen, nog roman, nog studieboek. In mijn vrije tijd brei ik, sik, een kous. Komt de situatie je niet bekend voor? Ik ben aanzienlijk minder hard dan ik gedacht had. De kennismaking met de dood is niet meegevallen. En in dit geval was ze wel bijzonder direct en bijzonder gruwelijk. De werkeloosheid daarna heeft me ook niet bepaald gekalmeerd. En nu is het te laat. Ik zal nog pogingen doen om de brokstukken van mijn oude ik te redden, maar dat gaat waarschijnlijk niet meer. Annie Schaft neemt na de dood van haar geliefde Jan veel risico. Ze staat vooraan als er moeilijke opdrachten worden uitgedeeld. Het kan niet anders dan fout gaan. En dat gebeurt op 21 maart 1944 als zij bij een routinecontrole wordt gefouilleerd. Ze heeft illegale krantjes en een pistool bij zich. En toen hebben ze in de gevangenis haar haar gewassen. Ja, toen bleek het meisje met rode haar te zijn. Annie Schaft wordt van de ene naar de andere gevangenis gebracht. Truus Menger probeert haar nog te bevrijden. Ze gaat verkleed als verpleegster met valse papieren naar een gevangenis in Amsterdam. Ik trilde over mijn hele lichaam, maar dat mocht het natuurlijk niet laten blijken. Maar het is doodeng om in een gevangenis te zitten, terwijl jij daar eigenlijk ook hoort. En toen kwam er een heel klein wijfje binnen, helemaal in uniform. En zo'n Duitse. En toen vroeg ik aan Jannetje Johannes Schaft. En toen sloeg ze een boek open. Zo, joep. En daar stond de naam met een streep er doorheen. En zij zei, is niet meer daar. Ze is er niet meer. En zij stapte weg. Heilige. En ik klakte nog een beetje met mijn hakken zo'n beetje. En ik viel van mijn stokje. Maar zij was gelukkig al weg. Ik had een pistool bij me. Die kletterde uit mijn zak op de vloer. In die hal van die gevangenis. En ik was de laatste, want ik liet iedereen voorgaan. Want ik wist bij God niet hoe ik het moest doen. En zij was gelukkig weg. En die portier, zeg maar, die zag dat die pistool op de grond lag. Toen heeft die man me naar buiten gewerkt. En ik zat daar buiten en op die stoep en ik was totaal verdwaasd. Ik heb de hele dag door de regen gelopen, maar helemaal de weg kwijt. Ik voelde wel, doordat er daar echt een streep doorheen was, dat ze dood was. Je wilde er niet in geloven, je blijft hopen, maar het is natuurlijk verschrikkelijk om een makker te verliezen. Toen begreep ik ook hoe erg het voor Annie moest zijn geweest om Jan te missen. Twee weken later is de bevrijding. Heel Nederland is uitzinnig van vreugde. Met Filine ben ik toen naar de gevangenis geweest in Amsterdam.
En we stonden daar met een grote bos rode tulpen te wachten. En geen Hannie. En toen de laatste vrouw die uit die gevangenis kwam, die hebben wij onze tulpen gegeven. En we hebben niet gepraat, we hebben niet gehuild, maar we waren wel... En dan overal hoor je dan die kreten van we zijn vrij en overal vlaggen. Maar voor ons was er geen bevrijding. Ik heb nooit de bevrijding meegemaakt. Dat is heel gek, maar dat is echt zo. Deze foto in de gevangenis is de laatste die van Hannie Schaft gemaakt is. 2 weken voor de bevrijding, op 17 april 1945, wordt Jannetje Johanna Schaft gefusilleerd in de duinen bij Overveen. Ze is dan 24 jaar oud. Kom je in de duinen en is alles zo opkomend mooi. En je hoort de zee en meeuwen en zo. En daar ga je dan in je eentje. Als je gefuseerd werd met anderen, dan hield je elkaars hand vast als je werd gefuseerd. Maar nu was er niemand. Dat vind ik wel erg eenzaam, ja. De terreur der bezetters die maakte niet bang. De strijd tegen fascisme gaf steeds nieuwe kracht.